Hallo kijkers van IMT, ik ben Mark en ik ben hier vandaag weer met Rollercoaster Tycoon 2 met Ido. Hi. En zoals jullie kunnen zien is de Enterprise er nu eindelijk. Netwerktische organisaties die willen niet echt meewerken, laat ik maar zo zeggen. En zo te zien heeft Ido ook nog een wc daar op de hoek gebouwd. Dus dat is ook heel erg... Het is een toilet corner. De slechte grappen die beginnen vandaag gelijk al vroeg, zo te horen. Ik moet even popcorn bijzetten. Popcorner. Nou, ik moet hier gewoon van deze trap hier beneden de afrollen. Zo van, yay! Want deze grappen die zijn zo slecht. Even zien, 27 juli komt er weer een nieuwe spannende attractie aan. Daar hebben we er nog geen. Oh, misschien is het die verticale misschien is het onstopper wel. Dat zal heel erg Enterprise-achtig zijn. Ah, het gaat goed met de... No comments hierop. Maar het gaat goed met de lening. Nog maar 1000 euro doekeltjes en dan hebben we het gewoon. Ja, maar de truc is om niet om dat af te betalen. Trouwens, we hebben bijna onze challenge completed, wist je dat? Nee. Behalve, ik zie even iets heel anders. Bij de marktplaats, bij alles waar het gekocht wordt, zie ik echt allemaal mensen met van die basisshirtjes. Die gewoon ronddwalen en alles. Hallo! En dan kan je dat doen. Zoiets. Even kijken. Oeh, het schommelschip! Aha! Nee, en naar voren, naar achter, van links naar rechts. Mijn ogen! Het brandt! Maar daar kom ik zelf. Jongens, geef een like als steun aan mij. dan heb je dat wel hard nodig, denk ik. Maar ik kon er ook wel net achter dat er nog die eerste schommelschip. Ik dacht dat het ding eigenlijk al hadden, maar... Er moet nog een rotodrop ook nog steeds missen. Zo'n verticale, zo'n 360 graden roterend schip. Ja, en de ontstopper. Die mist ook nog, maar dat komt ook nog wel. Als je dat ding in je wc wil drukken, moet je best wel een behoorlijk grote wc voor hebben. Dat het al vast wel een gigantische wc ergens bestaat. Want ik denk dat een world record is of zo. In een kindersvoel world record. Ik kan eens even kijken. Je kijkt maar met de grootste wc. Kijk hoe groot dat ding is. Ik denk dat er iemand wel zo'n maf is geweest om zoiets te gaan maken. Nee, maar dan heb je wel een mooi record op je naam, dat is zeker. Nou, en dan kan ik zo mooi eventjes de schommelschip gaan plaatsen. Het duurste toilet ter wereld is 114.000 euro. Ja, maar dat is het duurste toilet. En ik heb het over de gigantischste toilet ooit. Het grootste openbaar toilet ter wereld in China. Openbaar, ja, nee. Ik bedoel gewoon zo'n wc-bak, hè. Niet wat jij nou zegt, gewoon zo'n openbaar toilet met alles erbij. Daar ga ik de schommelschip plaatsen. Ik zet hem mooi hier nu. Voor net een badkuip. Nou, 403. Error. Forbidden. Zucht. Is vol uit. En passen 95 normale wc's in. Oh, oké. Okay. Dat is toch best wel wat. Even zien, de toegangsprijs, dat zet ik wel even op 3 euro of zo. Voor een bedrag, nee, ik doe gewoon via dat plusje. Dat vind ik leuker om te doen. Hoe die heb je hem gemaakt dan? 3 euro. Kan misschien nog wel wat duren, maar... 4,5.
Dat ik weet niet doen. Ik wil meer mensen in het park hebben. Ik wil die challenge gehaald hebben, zelfs 655, maar dat is nog net niet voldoende. Je zou ze dadelijk een achtbaan kunnen maken, in principe. Achtbaan op je muil. Spam. Dat is hoe we dat gaan doen. Klassieke mini-achtbaan. Hoe gaat het met jou precies? Betrouwbaarheid, 85%. Oké, dat valt allemaal mee. Dat deed ik zelf nog het eerste jaar. Renoveert de attractie. Maakt de attractie zo goed als nieuw. Ja, dat kan ik binnenkort ook doen. Dat hij wel langer is. En zodat er misschien meer karretjes op kunnen. Dat kan. Doe nog maar niet. Eerst misschien als we meer winst kunnen maken. Ja, dat kan. We moeten die winkelverkoopmarkt, dat is het allerbelangrijkste. I know. Maar tellen de wc's ook mee als winkelverkoop? Nou, ik... weet niet. Want je verkoopt namelijk wel iets. En 26 augustus krijgen we de volgende spannende attractie binnen. Maar wat voor eentje ben ik veel. Een attractie? Ja, nee, dat is duidelijk. Maar mensen moeten meer shit gaan kopen bij ons. Of het moet gewoon even heel vlug gaan regenen, zodat heel veel mensen wat gaan kopen aan die paraplu. Een paraplu. Ook goed. Een paraplofje. Maar ze zeggen dus specifiek winkelverkoop. Dus dan bedoelen ze geen horeca verkoop of wel. Horeca is technisch gezien ook een winkel. Dus als we die bij elkaar optellen, dan hadden we het vorige maand al moeten halen. Want daar heb ik... 1000? Ja, daar hebben we al 1100 al mee gehaald in principe. 709. Ja, als je de horecaverkoop daarbij optelt, hè. Ik denk niet dat het... Oh, het is één winkel dus. En verkoop van eten, drinken en souvenirs. Dus is dat dan horeca? Horeca en souvenirs. Nou, ik denk dat het vanzelf wel komt. Ik zou het echt niet weten. Dus je moet een paar maanden volhouden of zo? Geen idee. Maar wat is een winkelverkoop? Maar je moet de omzet hebben, Mark. De omzet is 709, maar de kosten zijn 377. Oh, dan krijg ik go-karts. Go-go-karts, racers, hè. Ik wou net die grap maken. Oh my god. Klootzak. Wat we gaan kunnen doen. Wat wil je gaan doen? Wacht, een nieuw kraantje plaatsen. Hij zal het meer schoonmakers aannemen. Misschien ook wel verstandig, ja. Yay! Oh, dat is een nieuwe record. 9 minuten en die heeft pas een net-synchronisatie. Wat? Is de game ziek of zo? Denk het. Of ons internet is gewoon ziek. Kan ook nog. Komt er een sneeuw? Wat? Komt er een sneeuw? Ja, want het scheelt toch wel buiten, ja. Het is een sneeuwachtige bende. Maar nog steeds had ik geen code rood is afgegeven. Nee. Maar volgens mij wel code geel, als ik het goed had. Ja. Of hebben nog steeds geen code oranje. Nee, maar ik hoorde vandaag ook op de radio ook iets van dat er in Rotterdam bij de... Het vliegveld daar, dat ze gewoon al niet meer weg kunnen gaan met de vliegtuigen. Ja, en eerst waren ze ook op het klagen. Dan denk ik zo van, nou, gaat nu al goed. Code geel. Eerst? Staat op de weerapp. Tot morgen 12 uur.
pijn. Echt, de eerste dag sneeuw en gaat gelijk alweer goed. In Frankrijk is code oranje. Oh. En morgen ook. Oké, laat ik maar eens even die go-karts even gaan maken dan. Waar smartphones wel niet handig voor zijn. Echt, hè. Go-karts. Gewoon hier. Go-go-kart racer! Oké. Okay. Gewoon even mooi deze kant op. Bewegingssimulator 1 is kapot. Nou, dan moet je repareren. Maak hem niet te lang, Mark. Oké. Maar heb je echt helemaal niks aan als deze te lang, die echt te lang maakt? Kan deze hier onderdoor? Ja, dat kan ook nog. Wauw, die enthousiasme, Mark. Godsamme, kan dit hier niet bouwen? Onvoldoende geld. Goddammit. Het kan zijn dat ik net iets marketing gekocht heb. Och. Nee, daar kom ik ook net niet achter. Nee, niet zo. Okay, 623, inkomsten, horeca en souvenirs vorige maand. Oké, okay, hoeveel karretjes kunnen er al? 12. Alles? Oké. Okay. Aantal. We moeten ook winkels gaan unlocken, Mark, anders krijg je dit nooit af. Ja, oké. Okay. Even zien, hoeveel zou ik de go-kart de toegangsprijs voor maken? 5 euro? Zoiets. Ach, pinautomaten die hebben we toch wel hier volgens mij. Hop. En dan nog de uitgang. Uitgang, jongen. Zo, die kan daar mooi aan. Oké, okay. Aufpakken. Ik ook alvast van die wachtrij-tv'tjes neer. Vind ik altijd wel grappig. Ik weet eigenlijk niet of dat. Wat doet die wachtrij-tv'tjes? Ik denk het haast wel, want. Ja, maar als dat niet wat doen. Het doet iets. Het wordt bewolkt. Stop met geld uitgeven, stop met geld uitgeven, stop met geld uitgeven. Stop! Oké, okay. Hoezo? Gaat onweren bij mij. Oeh, dat gaat gewoon geld. Geld lenen. Nou, het begint nu al goed, want iedereen begint nu al gelijk geld uit te geven met een lening. Oh my god. Maar even een vraagje, als jij wint, krijg ik het dan ook te zien? Of heeft dat... I don't know. Of hoe gaat dat met de synchronisatie dan? We zien wel. Als jij het hebt gehaald, dan is het prima. Nou, dit pak sowieso niet openen. Of niet gebouwd. Oké, mijn netwerk die gewoon synchronisatie is goed bezig. Ik zit op het winkelverkoop meer dan 4000. Misschien moet ik maar eens even gaan reconnecten ofzo. Zo, ik ben er weer. Het regenen gaat net voorbij en alles. Dat is helemaal prachtig. We hebben nu echt bijna 6000 in één keer. Holy Jesus. Zouden we het nu niet gaan halen, denk je, dit keer? Nee, ik denk het niet. Want als we het nu al hebben gehaald, dan vind ik dit park wel heel snel gehaald hebben. Ja, pa. Het scheelt dat deze maand maar 30 dagen heeft, dus het scheelt in een... Zoiets?
Hoe lang duurt een dag? 10 seconden of zo? 15 seconden? Pff, weet ik veel. Bij één jaar duurt, dacht ik, 45 minuten in een rollercoaster. Geen idee, maar we krijgen in ieder geval een reisnoedelkraam zo binnen. Een reisnoedelkraam? Ja. Niet een rijstnoedelkraam? Ja, dat zeg ik. Ik zeg een rijstnoedelkraam. Al vond die thee tussendoor niet. Goed genederlands. Of goed gehoord. Dat is heel raar. Dan heb je dus een noedelkraam die op reis is. Ja, dat kan. Een reizende noedelkraam. Oh, nee. Heeft het deeg? Vast wel. Als je daar ook bordjes kunt heen kopen, of verkopen, dan ja. Maar nu heb ik gewoon de neiging om een achtbaan te gaan bouwen met dat geld. Ja, laten we eerst eens kijken wat er nu gaat gebeuren. Als deze gehaald hebben. Ja, dan... Maar mag wel gaan bouwen. Oké. Achtbaan. Wat voor een achtbaan? Hypertwister? Nee. Zijfrictie achtbaan. Een simpele houten achtbaan die enkel in staat is rustige hellingen en bochten te bedwingen. De karretjes worden enkel op de baan gehouden door middel van zijfrictiewielen en zwaartekracht. Oké, nou ik ga het proberen om te maken. Wat is een goede locatie? Dat is mijn vraag. Oh, achter de draaimolen. Ik denk dat dit wel een goede is, denk ik. Oeh, het is 26 september, jongen. Yay. Kijk, we hebben S-bochten, remmen en that's it, oké. Is niet zo'n hele speciale achtbaan, maar dat hoeft ook niet. Een subtiele achtbaan kan een hele spannende achtbaan zijn. Ja, je ziet het goed. We hebben niet van die schuine bochten dit keer in deze achtbaan. Die heb ik geen mogelijkheid om te maken, laten we zeggen. Niet heel spectaculair deze achtbaan, denk ik, maar hey, hoeft ook niet. 29 september, jaar 1. Het is bijna klaar, nog één dag, want het is nu 30 september. Lukt het, Ido? Jawel. Zeker? Helemaal. Hey, we hebben het gewoon gehaald. Maar ik ben nog niet klaar met deze achtbaan. Voel je naam van scenario overzicht. Oké, okay, pepernoot. Waarom pepernoot? Oké, deze... Dit maak park... even een einde aan, Mark. Ja, dit park, dat hebben we echt snel gedaan, gek. Jemig. Ik hoop dat ik die laatste gewoon haalt. Oh. Wat? Dat komt niet helemaal goed uit met die bocht. Nee, dat had ik al heel ver van tevoren al zien aankomen. Maar misschien... Dat kan er nog niet uitkomen. Maar wel hoor. Wat hij die doet. Nou, let's test. Hop, hop. Nou, dan kunnen we de volgende aflevering... Oh, gelijk weer net weer op de zet. Maar dan kunnen we in ieder geval de volgende aflevering gelijk weer een nieuwe... pretpark erbij gooien, denk ik. Dat wil ik net zeggen, dat kan. Ach, maar dat is wel heel zielig. Ja, nee. Dat maakt niet uit. Ik denk van, ik ga... Hij haalt het wel. Wel, dat is prachtig. Zal ik de... Zal ik een nieuwe uitkiezen? Nieuwe wat, hè? Huh? Nieuwe scenario. Laten we eerst maar even deze aflevering klaar krijgen, joh. Kom maar rustig. Is toch al klaar, dit park? Nou, even zien. Oh, niet testen. Zo, even dit nog afmaken. Nou, ik vind het wel prima.
Dus ik ga nu deze aflevering dus weer afsluiten. De volgende aflevering gaan we dus weer bezig met een nieuw park. Ik weet nog niet precies welke, maar daar komen we vanzelf wel achter, denk ik. Dus ik hoop het leuk vonden. Geef een like en abonneer even op ons kanaal. En dan zie ik je volgende keer weer. Later.